Bewoners Nijmeegse Karregas voelen zich onveilig. Opnieuw stakingen in het streekvervoer en schrijnende situaties in particuliere studentenhuizen. Dit is het RN7 Regio Nieuws Weekoverzicht. Rondhangende jongeren, drugsgebruik, seks op auto's en vechtpartijen. Met name vrouwen rondom de Nijmeegse straat Karregas voelen zich niet meer veilig. Ze vinden dat er snel iets moet veranderen. De vrouwen trekken aan de bel na aanleiding van de incident dat hier afgelopen zomer plaatsvond. Deze twee jonge mannen lijken zich uitstekend te vermaken in het centrum van Nijmegen. Wat lallend lopen ze over straat. Maar al gauw slaat die stemming om. Eerst moet een fiets het ontgelden. Het was de vroege nacht van 17 juni toen hier twee jonge mannen in een zwart en een wit shirt in de Karregas met een fiets gingen gooien. Aan de andere kant van het blok woningen bij de Bloemenstraat en Café de Plak komt op dat moment een 42-jarige man aanfietsen. Die de jongens later hier zal passeren. Wanneer ze doorlopen komen de jongens de man tegen. De jongen in het witte shirt versnelt naar de man toe en duwt hem van zijn fiets af. En vervolgens begint het schoppen en slaan. Deze vrouw, die anoniem wil blijven, zag een tijd geleden het Omroep Gelderland-programma Bureau GLD met daarin beelden van een mishandeling afgelopen zomer in de Karregas. Het is chockerend voor mensen van buitenaf. En voor ons is het, ja, zat er een keer aan te komen. Want volgens de bewoners gebeurt hier 's nachts van alles. Er zijn altijd wel jongeren hier of drugs te gebruiken of seks te hebben of gewoon te hangen. Waardoor het als vrouw zijnde niet prettig voelt inderdaad om hier te staan of te lopen of überhaupt onze achterdeur te gebruiken. De politie doet er te weinig aan, zo zeggen de bewoners. Maar op dit beeld is te zien dat agenten wel degelijk door de straat fietsen. Ja, je moet maar toevallig een keer langs fietsen wanneer er iets ergs gebeurt. Maar wij zijn er wel de hele nacht. Burgemeester Bruls kan niet voor camera reageren, maar zegt dat de meldingen bekend zijn bij politie en gemeente. De politie surveilleert hier ook regelmatig en deelt boetes uit bij bijvoorbeeld wildplassen. Maar, zo vervolgt hij, ze kunnen niet altijd en overal zijn, waardoor het op hete daad aantreffen van dit soort overlastgevers niet altijd mogelijk is. Nou ja, wij hebben wel gevraagd of dat misschien als een keer in het weekend kan gebeuren, zodat zij een reëel beeld krijgen van wat er gebeurt. Nijmegenaren kunnen vanaf nu gebruik maken van milieuvriendelijke deelfietsen en scooters. De eerste zijn woensdagmiddag al geplaatst bij het station in Nijmegen, waar ook de taxis staan. En dat is ook gelijk het grote probleem. Er is vanuit de gemeente niet naar de chauffeurs gecommuniceerd dat de plekken worden ingenomen door scooters en fietsen. Daardoor kunnen niet alle taxis meer terecht op hun vertrouwde plek. Wij hebben vandaag 200 deelfietsen geplaatst in Nijmegen. Het bedrijf Bolt heeft een vergunning gekregen van de gemeente Nijmegen, want de gemeente Nijmegen zet volop in duurzaam vervoer in de stad. Het idee is dan dat deelfietsen vooral autoritten, autoritten kunnen vervangen in de stad. Ja, autoritten vervangen in de stad. Nou, we zien eigenlijk al een praktijkvoorbeeld, want de taxis die kunnen hier al niet meer staan. Het is niet een handige plek. En ook nog eens onze drie plekken weg te geven aan mensen waar we niks mee te maken hebben. Waarom wij deze plek gekozen hebben is omdat wij graag met dit soort vervoer dicht bij het station willen zijn. Klopt. Dat is belangrijk, dat iemand die hier aankomt kan kiezen voor deelfietsen. Hier staan normaal gesproken taxis. Daar is geen plek meer voor, lijkt het wel. Dat levert al gelijk problemen op. Er is zeker nog plek voor taxis, maar ik geloof ook dat we wel met ze in gesprek gaan. Omdat we nu meteen ervaren dat een aantal mensen zeggen dit werkt voor ons niet. De gemeente heeft niet met ons overlegd dat deze gaat hier gebeuren. Maar nu, gisteren hebben ze hier gewerkt en deze plaatsen van drie taxis meegenomen, taxistandplaatsen. Maar zijn jullie nog niet in gesprek geweest dan? Er is niet goed overleg geweest, dus dat is meteen de volgende stap. We gaan met de taxichauffeurs in gesprek wat zij hier wel als een mogelijkheid zien of dat wij deze plek net iets anders neer moeten zetten. Had dat niet al veel eerder moeten gebeuren? Ben ik helemaal met je eens. Daar is een verkeersbesluit voor genomen, daar kan je bezwaren op maken. Maar ik begrijp ook dat deze taxichauffeurs dat besluit misschien niet gezien hebben en nu wel in de praktijk zeggen dit bevalt ons niet. Wat zou dan wel een goede plek zijn? Nou, bijvoorbeeld je hebt daar een plekje, zoals bij de Lumpia-kraam die daar staat. Of aan de overkant, zodat de mensen als de scooters of fietsers hier wegnemen, dat ze veilig al aan de overkant zijn en niet dat er 's morgens vroeg hier chaotisch
of de busbaan gaan oversteken, fietsers, auto's, noem maar op. Dus dat is gewoon een onveilige situatie wat hier gemaakt is. Ik ga nu niet zeggen waar die dan definitief komt, maar we gaan daarover in gesprek en we kiezen de beste plek uit. Vrijdag werd bekend dat de gemeente de deelvoertuigen bij het braakliggende Metterswanenterrein gaat plaatsen. De taxichauffeurs hebben hun vertrouwde plek inmiddels alweer terug. En dan vakbond FNV. Die staakte deze week 3 dagen lang in het streekvervoer. De vakbond is het niet eens met de CAO. Ze eisen onder meer een loonsverhoging van 10%. Daarnaast moet er volgens de FNV iets worden gedaan aan de werkdruk en het personeelstekort. Ze gaan door tot er een eerlijke CAO ligt. Ik heb een kwartier in Weert moeten wachten. En nu ben ik op het Centraal Station in Nijmegen. En nu moet ik weer een kwartier wachten. Ik had er rekening mee gehouden dat ik eventueel de fiets zou pakken. Maar zo te zien rijdt de bus. Dus tot op dit moment heb ik er geen last van. Nee. Maar ze doen het wel ergens voor, leggen de stakende chauffeurs uit. Buschauffeurs zijn nou niet bepaald de grootverdieners in dit land. Dus we hebben allemaal hebben we grote moeite de boodschappen te betalen. De energieprijzen reizen de pan uit, de huren worden duurder. Alles wordt duurder. Alleen het loon gaat niet of nauwelijks omhoog. En dat deugt niet, vinden wij. Voor nu dus even vervelend. Maar betere arbeidsvoorwaarden, daar zou uiteindelijk ook de reiziger van moeten profiteren. Krijg je een betere werkdruk, een interessante CAO, zal het ook interessanter worden voor mensen om te gaan werken. Wordt de werkdruk minder, heb je je dienstregeling beter op orde en zal het uiteindelijk voor die reiziger ook gunstiger worden. Werkgeversorganisatie VWOV geeft aan niet meer over de lopende CAO in gesprek te willen. We zijn blij dat de invloed van de staking vooralsnog beperkt is. Dat neemt niet weg dat reizigers er ongelooflijk veel hinder van kunnen ondervinden. Als precies jouw bus, tram of trein niet rijdt, is dat enorm zuur. We roepen FNV nogmaals op om met ons aan tafel te komen en te praten over een nieuwe CAO voor 2023. De onderhandelingen zijn steeds getraineerd en gerekt en uitgesteld. En voor je het weet ben je weer 6 maanden verder en heb je nog niks. En dat willen wij ons niet laten gebeuren nu. De vermiste Bert wordt na 3 maanden gevonden. Theaters luiden de noodklok vanwege de energieprijzen. En de plannen voor de verbouwing van het Valkhof zijn bekendgemaakt. Kijk mee naar de week van dag tot dag. Afgelopen weekend kwam er een einde aan de maandenlange zoektocht naar de vermiste Nijmegenaar Bert Huttinga. Zaterdagmiddag vond de politie een lichaam in een bos bij Winsen, na een tip van jagers. Na onderzoek bleek het om de 54-jarige Huttinga te gaan. Inmiddels was hij al 3 maanden vermist. Veel theaters worstelen met de vraag hoe ze toch kunnen zorgen voor een warm welkom voor hun gasten. De vele tonnen aan extra energiekosten zorgen ervoor dat theaters in het hele land acuut maatregelen moeten nemen. Bij de Stadsschouwburg en het Concertgebouw in Nijmegen is daarom besloten om het theatercafé voorlopig te sluiten om zo stookkosten te besparen. Bij de Primera aan de Dommer van Polderveldweg in Nijmegen is woensdagochtend een poging tot een overval gedaan. Een man dreigde in de winkel met een mes. De verkoper achter de kassa reageerde snel en pakte zelf een mesje die hij normaal gebruikt om verpakkingsdozen mee open te snijden. De overvaller schrok hiervan en zette het op een lopen. Hij kon nog net tussen de schuifdeuren doorglippen en is nu spoorloos. De man achter de kassa schat dat hij ongeveer 18 jaar oud is. De politie in Overbetuwe zoekt getuigen van een mishandeling in Elst op vrijdag 7 oktober jongstleden. Rond 4:30 's middags vond er een zware mishandeling plaats in het Galama-park aan de rand van het centrum. 3 vrienden van 11 jaar zaten die middag in het park toen 3 onbekende jongens hen ineens bekogelden met vuurwerk. 1 van hem heeft hierdoor 2e-graads brandwonden opgelopen. De politie vraagt mensen zich te melden die iets hebben gezien of wellicht camerabeelden hebben van de locatie. De plannen voor Museum het Valkhof en het Kelfkensbos zijn bekendgemaakt. De gemeente wil voor het museum onder andere de entree aantrekkelijker maken. Het museum zal ook groener eruit komen te zien en er zal meer daglicht zijn. Het plein Kelfkensbos zal ook veranderen. De gemeente is inmiddels al 3,2 miljoen euro meer kwijt aan de verbouwing dan verwacht. In totaal geeft de gemeente 19,1 miljoen euro uit aan het museum. Veel Nijmeegse studenten wonen in slecht onderhouden particuliere studentenhuizen. Hoewel de jonge huurders talloze brieven naar hun verhuurder sturen, krijgen ze geen gehoor en wordt er geen direct actie ondernomen. Uit wanhoop om dit probleem onder de aandacht te brengen, trokken ze aan de bel bij de fractie van D66.
Vanuit mails die mensen naar onze fractie toe hebben gestuurd, blijkt gewoon dat in heel veel Nijmeegse studentenhuizen er echt sprake is van achterstallig onderhoud. En dat leidt gewoon tot super ongezonde en onveilige leefsituaties. Doorgerotte kozijnen, keukens die blank staan door regenval, paddenstoelen die uit de badkamermuren groeien, zijn een aantal voorbeelden van de schrijnende woonsituaties die de fractie onder ogen kreeg. Er worden altijd grappen over gemaakt van studentenhuizen, daar wil je niet zijn, vies en oud. En eigenlijk is dat helemaal niet grappig, dat kan gewoon niet. In het nieuwe jaar treedt de wet Goed Verhuurderschap in werking, die de gemeente meer mogelijkheden moet bieden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het verhuren van woon- of verblijfruimte. De fractie van D66 moedigt studenten aan zich te blijven melden. Dat kan bij Stichting Huurteams in Nijmegen. Wij zijn juist vanuit de gemeente opgericht om studenten bij te staan, laagdrempelig. Met name ook met huurprijzen, maar ook met achterstallig onderhoud. Dat doen we door allereerst zelf te gaan kijken in de huizen. Met de studenten en ook met de verhuurder te praten over een mogelijke oplossing. En als dat niet mogelijk is, wat af en toe wel gebeurt, dan is de stap naar de huurcommissie een tweede. Wat je nog steeds veel ziet is dat studenten maar een tijdelijk huurcontract krijgen in het begin. Dus bijvoorbeeld een contract van een jaar. En dat maakt hen heel onzeker over hun positie als huurder. Zij willen ook geen ruzie gaan maken met de huurbaas of allerlei procedures starten, omdat ze ook bang zijn om eruit gezet te worden. En we hebben ook een wooncrisis, dus het is niet alsof je zomaar een nieuwe kamer vindt. Wij kijken allereerst of dat er een kans is dat ze met een tijdelijk contract uit de kamer kunnen gezet worden. Dan zullen we alles eraan doen om juist de huurder te beschermen dat hij de kamer niet uit hoeft. Huurteams Nijmegen is te vinden op het bedrijventerrein aan de Groene Straat. Elke woensdagmiddag is er een inloopspreekuur waar je zonder afspraak naartoe kunt. De Nijmegenaar Paul Bekkers is genomineerd voor de fotowedstrijd van National Geographic. Hij is genomineerd onder de categorie Landschap met een foto die hij maakte in Nijmegen bij de Nevengul. Hij zit bij de laatste 10 personen en hoopt Nijmegen hiermee nog eens goed op de kaart te zetten. Ik ben met een panorama van het Nijmeegse landschap bij zonsondergang ben ik genomineerd. Daarbij ben ik in de finale gekomen. En dat is eigenlijk een foto die genomen is net nadat de zon onder is gegaan. En met een mooie blauwe tint en helemaal ondergaand zonnetje. Hier zie je de oversteek en hier dan de zalige brug. En op de achterkant loopt de oversteek eigenlijk door. Die ziet ook nog de centrale staan, nou, die is inmiddels weg. Als je hier kijkt, zie je dus al dat mooie lijnenspel en zoom ik je in. En zie je dus dat alles mooi gereflecteerd is, de lichten en alles. Super veel detail en hele mooie kleuren. De foto is eigenlijk opgebouwd uit een hele hoop foto's. Dus het is niet specifiek één foto, maar het is eigenlijk een samenvoeging van 120 foto's. Daardoor voegt hij alle scherpte ook samen, de licht mooi samen. En daardoor wordt de foto heel mooi helder en zie je heel veel diepte. En de reflectie in het water is super mooi. Je ziet heel veel details kun je zien in de foto als je hem inzoomt. Ik denk dat dat wel het bijzonder maakt, de foto. Ja, als ik dus zeg maar s'avonds dan de foto heb gemaakt en ik kom thuis, dan ga ik eigenlijk een soort voorscan doen met mijn foto's. Kijken waar het mooiste licht in zit. En dan ga ik eigenlijk in Photoshop de lichtstanden bij elkaar brengen. En ik ben eigenlijk een liefhebber van panorama's. Om dan eigenlijk een beeld te geven wat je normaal met het oog wel ziet, maar met een los camera toestel niet. En ik vind het leuk om dan zeg maar de brede horizon te laten zien. En dat je ook meer kan zien van het landschap. En ook dingen met de drone kun je laten zien die je eigenlijk met een menselijk oog, ja, op die plekken kun je niet komen. Dus je kunt een heel ander perspectief geven met de drone. Dat doe ik eigenlijk met deze foto ook. Want ik hang 30 centimeter boven het water. Dus je ziet de ribbelingen van het water. Je ziet de reflectie maximaal. Ja, daar kun je als persoon niet komen, maar met een drone wel. Je kan onder andere een tegoedbon van 1000 euro winnen bij een camerawinkel dat National Geographic sponsort. En ook een benoeming in hun blad. Maar daar doet Bekkers het niet voor. Maar in principe, daar gaat het niet om. Het gaat eigenlijk gewoon om de eer en de titel die je mag dragen. Dat is gewoon mooi en dat is al een hele eer. En ik vind het leuk om Nijmegen op de kaart te zetten. Dus dat doe ik elke dag eigenlijk met 2 foto's. Op mijn Instagram en Facebook. Om mensen gewoon een ander perspectief te laten zien van Nijmegen en mee te laten genieten. Ook mensen die in Canada en dergelijke wonen, die volgen mij. En die krijgen op die manier toch Nijmegen een beetje mee. En dat vind ik gewoon superleuk. Die mensen, hoe die reageren op de foto's, daar doe je het in principe voor. Mensen blij maken met het mooie Nijmegen. Je kunt naar mijn Instagram gaan, drone Paul Bekkers, Bekkers met CK. En daar zit in de bio een link en daar kun je op klikken, dan kun je stemmen. Of je gaat naar nationalgeographicfotowedstrijd.nl en dan ga je naar themaatje landschap. En dan zie je mijn foto
De grote brede panorama in blauw met zonsondergang kun je dan zien. Daar moet je dan op stemmen. Tot zover het RN7 Regio Nieuws weekoverzicht. Maandag zijn we er weer in de avond met een nieuw bulletin. In de tussentijd houden we je op de hoogte via onze website en de RN7 app. Nog een fijn weekend en tot maandag.